kustwacht heeft vandaag bekendgemaakt dat ze samen met Defensie onze kustlijnen nog intensiever gaan bewaken. De kustwacht kreeg namelijk afgelopen periode verschillende meldingen binnen van pogingen om vanuit Venezuela illegaal Aruba, Curaçao of Bonaire te bereiken. Eén boot is recent aangehouden voor hij de eilanden kon bereiken en een andere boot is vermoedelijk in Venezolaanse wateren gezonken. De landsgrenzen zijn op dit moment dicht in verband met maatregelen om het coronavirus in te perken. Daarom heeft de kustwacht extra maatregelen genomen en gaat zij samen met Defensie de kustlijn de komende periode nog intensiever bewaken. De kustwacht verzoekt ook de hulp aan alle burgers die op zee en de kustlijnen verdachte situaties waarnemen. U kunt één ding doen, bel 913.